Voor Nederland is waterveiligheid het allerbelangrijkste wat er is. Zonder dijken zou meer dan de helft van Nederland onder water staan. Dit is gewoon een normale dijk, alleen in tegenstelling tot alle andere dijken zitten hier sensoren in. Dat zijn als het ware kleine meetapparaatjes die meten of de dijk nog wel sterk genoeg is als er hele zware golven tegenaan komen. Dat noemen we als het ware slimme dijken. Dus als slecht weer is, kun je toch niet op een dijk kijken, maar wij kunnen er als het ware in kijken. Er liggen sensoren in de voor- en de achterkant van de dijk en ook op de dijk. Hier zie je dus een oppervlaktesensor die meet eigenlijk op alle niveaus vanuit de zee tot hoog in de dijk wat er met de dijk gebeurt. Of die beweegt, of die niet te veel water opneemt. Bij een beetje storm staat hij toch gauw een meter of zes water waar we nu staan. En dan is van belang dat je weet of die dijk het echt goed doet. Maar je kunt dan zelf met zo'n storm niet gaan kijken. Maar dan kun je wel thuis op je computer zien of die dijk het goed doet en of die moet worden versterkt. Of dat je betere dijken kunt ontwerpen of dat je misschien wel kleinere dijken kunt ontwerpen. Het water mag hoog komen, maar die dijk moet blijven liggen. Een klein beetje water over een dijk, daar schrik ik niet van. Maar die dijk moet op zijn plek blijven.